beetje apart, zeg maar, met die lavendel. Normaal als je lavendel plant, doe je dat de hele in februari gaan doen. Binnen. Dan weet je dat ze goed aan de botten zijn. Dan gaan ze april, mei naar buiten. Dan heb je de oogst in juni, juli. Dus het is verkoop, dus in juni, juli. We hebben het omgedraaid. De kerststerren zijn geplant in augustus, samen met die lavendel. Mm-hmm. Buiten de lavendel. Toen de kerststerren hier binnen klaar waren. En de lavendel weer teruggezet. Ja. En dat we nu dus, dat we gestopt hebben, weer de oogst ervan. Dat is een beetje eigenwijs. Ja. Moet ik eens een keer dat bedoel ik. Met jouw lege glas. Ja. Is dit een proces? Hoe doe je dat met, kan me dat hetzelfde. Stellen? Hetzelfde. Champagne, ja? Gisteren erin. Ja. Dus je gaat het maken en dan de most met ja, die meneer maakt het. Ja, je mag ja. Niet meer. Nee, je oogsten stelen, dus blad gaat eraf en het voetje gaat eraf. En dat gaat dan in een hakselaar, dan maak je er pulp van. Nou, dat staat dan een nachtje in de week. Om het, om de celwand die gaat dan kapot en dan laat het goed het sap los. En de andere dag doe je het uitpersen. In zo'nzelfde pers als waar druiven ook in uitgeperst worden. Nou, en dan voegen we wat neerslagkalk toe om het teveel aan oxaalzuur kwijt te raken. Nou, dan heb je dat dus een vat half vol, drie kwart vol. En dan ga je nog wat suiker oplossen in water. Nou, dan gooi je erbij. En dan gaan er nog een paar geheime ingrediënten in. En als laatste gooi je er champagnegist in. Speciale gist die dus die bubbeltjes maakt. Dus die bubbeltjes worden er niet in gemaakt later. Nee, die champagnegist die gaat dus die bubbeltjes daarin maken ook. Nou, en dan laat je het lekker gisten. En op een gegeven moment, afhankelijk van of je het droog, medium of zoet wil hebben, dan ga je het overhevelen en dan ga je het in de flessen doen. Dus dan het troebele product gaat in de fles. En die flessen die worden dan op zijn kop neergezet. Want dan gaat er een kurk in. Kijk, hoe is een holle kurk? Die ligt hier. Kijk, die flessen staan dan op zijn kop. En dan gaat het gistingsdepot dat gaat in die kurk zitten. Nou, en dan na een half jaar of zo, dan doe je die hals van die fles bevriezen. En dan draai je de fles om. En dan haal ik die kurk met dat bevroren depot, haal je eruit. En dan snel weer een nieuwe kurk erop en de korfje erop draaien en dan heb je een fles heldere champagne. Zo werkt dat. En dan laat je hem nog een maand of drie liggen, als je hem gelijk opdrinkt. Wij zeggen dan, is hij nog een beetje nerveus in de fles? Ja, dan is hij nerveus. Dus je moet hem lekker nog een maand of drie laten liggen. Nou, en dan kan je hem lekker opdrinken. Nee, we doen dit al een jaar of tien. Ja, dus ja, uit de hand gelopen hobby. Maar wel zo dat inmiddels sinds 3 jaar is het ook een bedrijfje geworden. Ja, dus ja, we gaan niet meer pensioen. Nee. We gaan dit lekker doen. Ja, nieuwe... Nou ja, ik bedoel, aan het einde van de dag als zelf proeven, dan weer goed leven, toch? Ja, zeker. De hele dag zelf proeven. We zijn om 10:30 al begonnen vanmorgen. Nou, ik zal niet zeggen dat ik een fles leeg heb, maar nee, dat niet. Maar, nee, maar het is toch een leuke bezigheid zo. Een kleine hoeveelheden. En wat heel leuk, gezellige mensen, lekkere kletsen. En nou, heb je zo een heerlijke dag met z'n allen. Altijd blije gezichten. Ja. Tegenwoordig zie je natuurlijk in de supermarkten heel veel korte prei leggen, die zo gesneden is, met blad afgesneden. Ja. En waar is dat voor? Want ja, mensen de blad eten. Weggooien. Ja. Wat eigenlijk zonde is, want de blad kan je gewoon eten en ja. Dat is gewoon een heerlijke prei. Snap ik ook nooit zo erg waarom ze dat... En in sommige supermarkten wordt het product ook bij de kassa gewogen.
Die hebben zo'n kassablad waar ze dus het product opleggen om te wegen. En als je dan de prei erop legt, dan wordt hij niet gewogen, want dan legt de helft ernaast. Heeft ook wel eens een praktische reden. Ja, dat is de reden. Wat moet een prei opleveren om uit de kosten te komen? Nou, van de zomer ben ik prei gaan tellen. Ik zeg, hij moet minimaal 22 cent opbrengen per stuk, anders dan kom je er niet meer uit. En kom je er goed mee uit of niet? Van het jaar wel. Ja. 2018 kwam ik op een gemiddelde prijs van zat bijna op €1 per kilo. Terwijl 2017 kwam ik op de 37 cent uit. En toen had het flink geld gekost, zeg maar. Dus zo kan het verschillen. Ja, maar 2018 was het toch heet? Ja, dat was een heet jaar. Daarom was er overal minder productie. Ja. Oh. Ze hadden allemaal minder productie per hectare. Daarom was de prijs duurder. Ja. Meestal zijn we met een droog jaar beter dan met een nat jaar. Ja. We hebben 1 hectare met prei kunnen gevuld. Oké. Okay. Maar die moeten allemaal nog 1 voor 1? Ja, die moeten straks 1 voor 1. Ja. Doe ze eigenlijk bosjes doe je ze uit de grond trekken. En dan stoppen we ze in de kisten. En vervolgens worden ze straks met de machine worden dan gaatjes gevonden in de grond. En dan moeten ze eigenlijk 1 voor 1 zo de grond zijn. Oh, okay. Ja, precies. Dat is een behoorlijk wat handwerk. Dat gebeurt met de hand. Ja, ja. Ja, vooral met de hand. Dat is toch een hoop werk dan? Ja. Ja, we zijn een vrij klein en primitief bedrijf hier. Ja. En, we zijn niet van de 30 hectare met prei vullen. We zijn met heel veel soorten gewassen eigenlijk. Ja. Hier hebben we dan de spitskolen en de bloemkolen uitgezaaid. Oh, oké. Okay. Buiten hebben we al stukjes geplant. Dus we hebben de allereerste spitskolen en bloemkolen. Oh, ja. En hier zo hebben we de spersiebonen en die zijn al erg gewillig, die kasboontjes. Boontjes, ja. En dan ook dan de plantjes of het eindresultaat? Het eindresultaat. De bonen moeten we zelf plukken inderdaad. En dan verkopen ze maar weer in de buurt? Ja, ja, hier zo aan de proefschuur bij de plusmarkt zijn we vast leverancier. Ja, daar zijn we net geweest bij de proefschuur. Ja, maar die hebben eigenlijk die organisatie opgezet om aan horeca en aan supermarkten te leveren. Ja. Dus hebben ze dan nog iets unieks van een kast zelf neergezet. Ja. Hoe ze dan de sla op water telen en dergelijke. Ja, dat hebben ze innovatief gemaakt. Maar dat is echt puur een beetje voor de mensen om te kijken hoe het allemaal groeit en bloeit. Maar die proefschuur moet je zien als iets overkoepelends. Ja, die zijn in Voorn en Putten aan de supermarkt. Aan de supermarkt. En aan de horeca zijn. Ja. Nou ja, wij leveren dan bijvoorbeeld prei en bonus. Wij krijgen de bestellingen binnen. En ze komen elke dag komen ze met een busje komen ze ophalen hier. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, leuk hoor. Zeker leuk. Haalt hij gewoon het zaadje uit. Ja. En dan laat hij hem hier zo vallen. Ja, dan heb je enkel zaadje. Als je de goede maat pakt. Want je hebt allemaal zaadjes en die hebben allemaal verschillende maatjes. Je hebt ook nog bloemkool. Ja, die zijn weer wat groter. Ja, dan moet je weer een andere maat klepje inzetten. Ja. Dat moet je gewoon per stuk betalen. Dus ze zijn nog vrij duur eigenlijk. Hier en dan heb je... Bij de rode trekken naar links. Je is slimmer, hè? Ja, wat een goed idee. Ik denk dat zijn moeder hem niet wil hebben of zo. Maar heel pas geboren, ja, hè? Ja, die Zij toch een dikke buik. Ja, mijn vrouw staat met een vrouwtje. Dat kan de R niet zeggen. Dat maakt hem niet uit. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet.
Gaan we? Zo. Oh, dat is wel. Ja, nou, hij vond het heel leuk, maar hij ging ook op de weg kijken. We waren bij Loods toen we met elkaar. Ik had het idee dat. Dat is een hoop. Ja, het is goed dat het allemaal niet tegelijk komt. Ja. Je hebt helemaal niet het idee dat het, ja, wel druk. Dat is wel heel druk. Ik wil drinken. Ze kunnen hun eigen huis bouwen. Fotootje voor jou. Waar je voor moet opletten is voor wespen. Als je buiten bent en je bent een taartje aan het eten of limonade aan het drinken. Die, uit een blikje. Dan gaan ze in. En dat doen wespen, dat doen bijen niet. Bijen zitten alleen op bloemetjes. Hij is voorzitter, dus ik moet ook een keertje... En bijen, die worden alleen boos als je ze een beetje pest. Nou, dat snap ik. Als jij gepest wordt, word je ook boos. En dan gaan ze steken, want het is het enige wat ze kunnen. Ja, leuk. Ja? Goed zo, goed zo. Oh, wat ben je storm, man? Alles dicht. Ja. Er kan geen beest meer bij jou naar binnen. Kan je nog wat zien? Ja. Leuk. Dat is mijn pet. Daar is die. Wil je die pet ook mee te houden, James? Waar is jouw pet? Ja. Hier ook met alle ritjes dicht. Jim, ik ben erbij. Oké. Okay. Ja, okay. Nou, dan moet je wel bij je taal praten. Ja. Heb zij niet gestoken? Gelukkig. Ja. Dat is een beetje. Hé, hey, wat lief van die mevrouw hoor. Die is van alle markten thuis. Ik heb het altijd bij me. Oh, nu prikt het. Echt? Ja, maar dat duurt maar heel even. Dat het eigenlijk een wesp is. Maar... Oh, is dit een wesp? Kijk. Kijk nu even naar mama. Eerst naar die meneer. Oh, ja. Je kan ook lachen. Ja, dat kijk, kan rust je maar naar je moeder hoor. De bij lacht al hoor. Ja. Die blijft. Vind je het leuk? Ja.